Tot slot, we gaan naar de reclame toe. Had je ook liever gehad dat die andere Jan Smits afscheid had aangekondigd? Of zeg je van, het kan niet anders, Jan moet een keer stoppen op 71-jarige leeftijd. Onze eigen Jan Smit. Ja, dat vond ik heel vervelend, want Jan Smit is altijd een voorbeeld geweest voor het hele Nederlandse voetbal. Die heeft zich nooit gek laten maken. Die is nooit meer geld uit kan geven dat er binnenkwam. Die heeft aangetoond dat je met een beperkt budget op een hele fatsoenlijke wijze een eredivisieclub kunt runnen, een prachtige accommodatie kunt realiseren, zelfs even geroken aan Europees voetbal. Ja. En ik heb vroeger wel eens gezegd, al die directeuren en voorzitters, die moeten eigenlijk ieder jaar 14 dagen stage lopen bij Jan Smit. Op hun eigen kosten. Ah. Ja, Jan betaalt het niet. Nee, dat bedoel ik. Maar Jan Smit, en dat was ook een boegbeeld in die regio, het is de laatste der Mohicanen, inderdaad. Wie? De laatste der? Mohicanen. Mohicanen? Hoe heet het ook weer? Volgens mij is het de Mohicanen, maar oh, nu kun je plotseling weer praten.